Welkom weer bij deze nieuwe shoplog van de Jumbo. Ik heb online mijn boodschappen weer gedaan bij de Jumbo, zoals eigenlijk iedere week. En ik ben bezig met Project Gezond, het vierde boek, en dan week 2. Dus jullie gaan weer gekke boodschappen zien, rare recepten, nou ja, in ieder geval op de weekplanning. En kijk maar snel mee wat ik allemaal heb gekocht deze week. En we gaan weer van start met de diepvries- en de koelkastproducten. We gaan beginnen met 1,5 liter halfvolle melk. Een Jumbo karamelvla, bakken en braden van het Jumbo merk. En dit is ja, gewoon voor een eitje te bakken bijvoorbeeld. Dit is meer voor vlees en dit voor ei bijvoorbeeld. Zo doe ik het dan altijd. Broccoli roosjes, vissticks. Altijd handig om te hebben met jonge kinderen. Die vinden dit vaak heel erg lekker. Tenminste, mijn gastkinderen vinden dit heel erg lekker. Bij aardappeltjes of wat dan ook. Twee pizza's. Eentje van Big American Texas. En hier een Ristorante Diavola pizza. Wat vlees. Ik heb hier filetlapjes à la minute. Kipfilet. Andijvie voor andijvie stampot. Afbakbroodjes. Toiletpapier. Danoontjes of kinderkwarktoetjes. Ja, we noemen het een beetje danoontjes hier altijd. Kipfilet voor het brood. Salami. Een ricotta. Macaroni spaghetti pakket. Voor de spaghetti voor van de week. Ik heb hier Oosterse wokgroenten. Smeerkaas. Gerookte bietjes. Voor een recept van Project Gezond. Geraspte kaas en jong belegen plakjes kaas. Gerookte spekreepjes. En dit kon ik me niet herinneren dat ik dit had besteld. Dus ik weet niet zeker of ik deze gratis heb of dat het een foutje is. Easy veggie falafel. Ik vind falafel dus helemaal niet lekker. Dus nou ja, misschien iemand anders die het wel lekker vindt. Het is een diepvriesproduct, dus we moeten het in de vriezer gooien. Griekse yoghurt emmertje en 2 keer mager runder gehakt. Ik ga de volgende dingen weer even klaarzetten. Nou, in de volgende reeks staat ook weer klaar. Ik heb hier 2 rookworsten, lasagnebladen, carvelsevitam en dan de kassensmaak. Jus zakjes naturel. We vinden het toch wel heel erg lekker om wat jus over onze aardappelen te hebben. Dus vandaar deze zakjes. Want om het nou met boter te maken, dat wordt echt mega vet. Dit is wel wat zouter dan, ja, dan anders. Maar ja, het is wel heel erg lekker of zo. Ik hoef er niet zoveel van, maar mijn kinderen die vinden het heel erg lekker. De gastkinderen vinden het heel erg lekker om jus over hun aardappelen te hebben. Dus de jus. Notenmix, walnoten. Ook voor een receptje of voor een ontbijtje of iets in die richting van Project Gezond. Ik heb hier 3 appelsapjes. 4 keer de Fuse Tea Mango Green Tea eieren. Ik heb hier stamppot jus 2 keer. En spaghetti bolognese kruiden. Ook stond er een recept op het programma met chili con carne. Dus ik heb hier kruiden, chili con carne. Pasta saus voor de spaghetti. 3 halfjes fijn volkoren, bestonjekoeken, ontbijtkoek, van die afbak triangelbroodjes. En dan gaan we door naar deze kant. Hier zijn bananen, 2 komkommertjes, spaghetti en eiermie. En van Pickwick deze fruit fusion variatiebox, dus weer andere smaakjes thee. En het laatste deel staat ook weer klaar. Ja, ik had volgens mij dit helemaal niet besteld. Rode kool met appel. Gek merk ook. Misschien heb ik het gratis. Ik weet het niet. Of het is per ongeluk in mijn boodschappen terechtgekomen. Ik heb hier witte bonen in tomatensaus. Toppertjes met worteltjes. Gewoon mooi voor voorraad wit hebben. Dat eten we niet van de week, maar het is wel fijn om in de voorraadkast te hebben. Ik heb hier een voordeelverpakking Carvelsevitam aardbeiensmaak. Echt een hele grote. Aardbeienkoekjes van Verkade vinden de kinderen heel erg lekker, de gastkinderen. Basmati rijst.
bastonjekoeken en dan duo, dus zit vanille smaak in het midden. Ik heb hier latte macchiato, of de caramel macchiato van Starbucks. Die is echt heel erg lekker. Dat doe ik af en toe eens een lekkere koffie maken met Dolce Gusto. Ah, dit is echt heel erg lekker. Ik heb hier gezeefde tomaten, passata voor een, van het Jumbo merk, dus, voor een recept. Dettol en dan de roze variant, Power Fresh. En welke geur is het? Dat kan ik zo niet zien. Hij is roze. Ik heb hier nog wat olverietpotjes voor op voorraad voor Rosa. Twee keer de fruit. Normaal gesproken maak ik gewoon pureer ik fruit. Maar stel je voor dat het een beetje druk is of zo. Dan kan ik een potje pakken. Ik heb hier appel, aardbei, banaan. En ik heb hier appel, banaan met peer. Hetzelfde geldt voor de groenten. Normaal blender ik het gewoon. Dat heb ik nu ook net weer gedaan vanavond. Ik heb twee hapjes weer gemaakt. Maar je weet het nooit. Dan heb ik in ieder geval wat op voorraad. Wortelkip en aardappel. En dit is broccoli, kip en aardappel. Wat gedroogde tijm is voor een recept. Woksaus, sweet en sour. Maiskools voor een recept. Net als de kidneybonen. Ook voor een recept. Pyjama papjes. Ja, ik heb altijd even één verpakking op voorraad. Ook voor als de kleintjes aan het logeren zijn. Rosa die eet graag nog een pyjama papje in de ochtend en in de avond. Dus dan heb ik dit in huis. En ik heb hier koriander. En dat is ook voor een recept. Ja, dat waren de boodschappen weer. Minder dan de vorige week, want er waren toch wel veel dingen die ook weer deze week terugkwamen in het ontbijt, de lunch, dus die je dan niet extra hoeft te halen. Zoals crackers, beschuit, die heb je dan een beetje op voorraad. En nou, laten we snel gaan kijken wat het weekmenu voor deze week is en laat je verrassen. Ik heb er weer een beetje een combinatie van gemaakt van dingen bij Project Gezond als avondeten dan. Gedurende de dag hou ik me er helemaal strikt aan. Met het avondeten kijk ik altijd een beetje van wat lijkt erop. En wat vinden de kinderen, ook de gastkinderen, dan ook nog lekker om te eten. En ja, soms zit er dan wel een recept bij. Zoals op vrijdag wil ik dan wel een recept maken die dan desnoods niemand lust. Dan eten mijn kinderen maar een pizza of iets anders of zo. Of ze proeven het, of ze eten gewoon mee. Wie zal het weten? Maar ik zal het laten zien wat erop staat. En zo ben jullie terug met het bedrag. Ja, zoals iedere keer hangt ook nu het weekschema aan de koelkast. Maandag heb ik dus dan nog steeds de boodschappen niet in huis. Die komen pas in de avond. En dan eten we dus eigenlijk wat er nog in huis is. Dus dit keer dan aardappelen, spersiebonen en een schnitzel. Dinsdag stond de prijsstampot op het programma voor Project Gezond. Ik heb daar andijviestampot van gemaakt. Dat vinden we net even wat lekkerder. Woensdag spaghetti. En daar hebben we vaak genoeg van om ook op de donderdag ervan te eten. Vrijdag chili con carne maaltijdsoep. Een Project Gezond recept. Ja, hij staat erop. Ik ga hem proberen te maken. Maar even zien hoe het allemaal loopt. Of het heel druk is, dan weet ik niet of ik die nu ga maken of dat ik wat anders ga doen. Want op zaterdag staat er vegetarische bietenlasagne erop. Misschien dat ik die iets naar voren haal. Dat zou kunnen. Even kijken. En zondag rijst, kip en boontjes. Want dan is vaak alles niet meer wat, wat je aan versproducten haalt, niet meer houdbaar. Het begint al op zaterdag dat het niet meer houdbaar is. Dus dan moet ik improviseren. Of naar de winkel gaan. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik probeer altijd een beetje te improviseren met wat er dan allemaal nog in huis is. Ja, dat was dus het weekmenu en de boodschappen. Ik was voor al deze boodschappen was ik 134 euro kwijt. Dus eigenlijk wel redelijk normaal voor wat we allemaal eten deze week. Ja, weer niks gratis. Ik krijg helemaal niet zo vaak iets gratis. Er is een tijdje geweest dat het wel weer was en nu weer niet. Dus ja, zo blijf een beetje heen en weer. Ja, dit was het weer. Wat gaan jullie eten deze week? Heb je ook een weekschema of... Bedenk je per dag wat je gaat eten. Breng je vooruit. Laat het me weten. En ik ben ook heel nieuwsgierig wat andere mensen eten. Volg je een ander dieet? Het is een soort van dieet, hè? Project Gezond. Volg je een ander boek? Of heb je andere lekkere recepten? Laat het me even weten. Het kan, hè? Hieronder. Ik dank jullie weer wel voor het kijken naar deze shoplog. Vond je hem leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Ik abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Hier beneden op de abonneerknop. En op het belletje zetten. Want dan mis je geen enkele video meer.
Ik dank jullie wel voor het kijken. Fijn weekend. En tot de volgende week. Doeg!